Het aantal bedreigingen en intimidaties aan politici is flink toegenomen. Wat vinden de bewoners van Ondi van deze ontwikkeling? Om te gillen. Dat vind ik niet normaal. Ik heb niks met Rutte, maar ik hem tegenkom, groet ik hem netjes. Nou, een slechte zaak. Ik vind niet dat je sowieso iemand moet bedreigen. Ja, heel slecht natuurlijk. We zouden als mens elkaar moeten respecteren en sowieso niet bedreigen. En wat de mening ook is van de politici. Je kan je eigen mening daarop verwoorden, maar niet bedreigen. Dat is heel slecht. Voor de samenleving ook. Dat keur ik helemaal niet goed. Wat moet ik er verder over zeggen? Waar denkt u dat het vandaan komt, die boosheid? Onvrede. Ja, ik denk dat er heel veel onvrede is. En ik denk, misschien komt het ook wel doordat mensen allemaal wat meer op zichzelf leven en met zichzelf bezig zijn. En niet meer zo nadenken over wat voor impact dat heeft op een ander. Nou, sowieso dat mensen niet tevreden zijn met hoe het... Ja, dat ze niet het gevoel hebben dat ze gehoord worden, denk ik. Dat het daar vandaan komt. Ja, heel veel mensen voelen zich niet happy. Of dat nou door een financiële situatie of... Het kan van alles zijn. De boeren voelen zich niet happy. Vindt u dat bedreigingen en intimidaties valt onder de vrijheid van meningsuiting? Nee, dat gaat een stap te ver. Maar ik vind het wel goed dat er vrijheid van meningsuiting is. En dat mag er ook zeker zijn. Maar het moet niet met dreigen zijn. Vrijheid van mening uiten is prima. Maar dat mensen elkaar het leven zuur maken op de een of andere manier is absoluut verboden. Nee. Nee, je mag absoluut je mening hebben. Zeker. En die mag heel lekker verschillen. Maar je gaat niet iemand bedreigen. Nee. Wat zou de oplossing kunnen zijn om dit te kunnen stoppen? Nou, we zitten natuurlijk met heel veel mensen bij elkaar. Het is heel moeilijk om op te lossen. Maar ik denk toch blijven verwijzen naar je eigen verantwoordelijkheid. En het goed jezelf uiten tegenover een ander blijft wel heel erg belangrijk. Als het komt, wat ik denk vanuit ook een grote onvrede, is kijken of dat we de dingen in de maatschappij kunnen aanpakken. Er gebeurt veel, dus als daar wat verlichting in kan komen, zal dat ook... Maar dat is niet zomaar opgelost. Dat is niet heel makkelijk of zo. Weet ik echt niet eigenlijk wat daar een goede oplossing voor is. Ik denk sowieso goed als iedereen naar elkaar zou luisteren, denk ik. En elkaar wat meer de ruimte erin zou geven.